Goedenavond. Niet waar, niet waar, niet waar, niet waar, niet waar. Niet waar. Ah, wat? Dames en heren. Niet waar, niet waar, niet waar, niet waar. Luistert u nou eens. Niet waar, niet waar, niet waar, niet waar. Ha, ha, ha. Goedenavond. Ja, dat zegt u dus niet goed. Men zegt het zo. Goedenavond, niet wij, niet wij, niet wij, niet wij, niet wij, niet wij. Goedenavond, niet waar, 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 niet waar
Dit is geen schermutseling. Dit is een opvoering. Wat zei hij? Nou, hij zoekt zijn muts. Oh, zijn muts. De opvoering is een offer aan de tijd. Aan de tijd dient niet getornd te worden. Wat zei hij? Nou, hij vraagt naar de tijd. Hij wil weten hoe laat het is. Oh, nou, 60. 60 of 2 en daar dan tussenin. Hè. Maar dat spreekt vanzelf. Hè. Hopla! Hopla! Weet u wat mijn vrouw vannacht zei? Dat weet ik niet. Want ik ben door en door rein. Mijn vrouw zei vannacht... Hopla. Hopla. Ze zei... Hopla. Hopla. Ik hoorde haar nog zeggen. Hopla. Hopla? Ja. Hopla. U weet zeker dat het niet was van hola of hopsa of hopra. U bent zeker van hopla? Zeer zeker, zeer zeker. Het was van hopla. Dus toch. Hopla. En weet u wat ik toen geantwoord heb? Nee, dat weet ik niet. Want ik ben door en door rein. Hopla. Hé, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Kwam u dat nou werkelijk te oren, hè? Dat was toch geen, Nou, hè? Ik heb gehoord dat dames, meisjes en dames... hopla uit het venster roepen, s'nachts. En dat er dan allemaal gespikkelde schimmen en damherten komen... die om een aalmoes vragen. Maar helaas. Ik vind het heel erg. Helaas. Heel, heel, heel erg dat van papa, 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 papi, pipi. En daar stonden ze dan. De damherten en de gespikkelde schimmen. Door en door rein. Met hun blote voetjes op het plaveisel. En wat gebeurde er? Nou? Niets. Nou, er was een beetje geritsel in het struikgewas. Ik meende een jonge adder te zien met een rugzakje. En toen verscheen er aan het hoogste venster, dat tot nu toe altijd gesloten was geweest, daar verscheen een damesfiguurgestalte. En ze zette haar welriekende handen aan haar toetje.
En ze snauwden... Hupsakee! En daar gingen ze. De gespikkelde schimmen in de damhetten. Toen konden ze wel lopen met hun koude voeten. Ze gingen allemaal aan de haal. Ja. Dat komt natuurlijk omdat hun motto, hun devies eigenlijk, zeg maar niet waar. Hop, la, las, om en niet. Hupsakee. Dat is ook niet vals hoor. Hupsakee. Dan ga je wel aan de haal. Kom nou. Een ontmoeting in de laagvlakte. Van Wat doet? Ik ben aan het zoeken. Wat zeg? Ik ben aan het zoeken. Komt u eens onophoudelijk hier en wel meteen. Wat zei zo even? Nou, dat ik zachtjes aan het zoeken was. En wat zocht dan wel, als derde vraag is? Hè? Wat zocht dan wel? Nou, ik vermoed dat ik op zoek naar een meisje ben, een meisje. Het is hier tamelijk een beetje kaal, namelijk. Dat vind ik tenminste een beetje kaal. Meisje. Zee u een meisje? Ja, een damesmeisje. U weet wel, met kleppen en takken. Een damesmeisje? Een damesmeisje, een meisje. Ach! Ja, ja. Een damesmeisje. Mag zeker weer niet, hè? Damesmeisje, meisje, hè? Mag zeker weer niet, hè? In de groene wei, meisjes, hè? Meisje, meisje. Ha? Dat ik even hoopte een meisje te vinden vanwege de kaalheid dezerzijds. Maar weet u dan niet, dat hier, wat niet meer, dat daar niet meer, achter de zwarte gordijnen, dat daar geen enkel meisje groeit? Ja, dat weet ik wel. Weet u dat dan niet? Ja, dat weet ik wel. Oh. Ja, maar je kunt nooit weten, is mijn devies. Nee, je kunt nooit weten. Is mijn devies. Wat ik vragen wou. Heeft u al gevonden wat u zocht, namelijk genoemd dames, meisje? Nee, dat heb ik niet gevonden, dames, meisje. Dat heb ik toch niet gevonden. Nee. Dan gaan we samen zoeken. Ieder voor zich. Vaarwel, beste man. Ik hoop u binnenkort in alle gezondheid, niet waar, terug te zien. Ja. Hola. Hier komen.
Kijkt u eens inderdaad wat ik hier om handen heb. Oh. Een meisje. Hoe is dat nou een meisje? Wat anders dan een meisje, nietwaar? Het is in zekere zin wel mooi, maar het geurt niet, het meisje. Ik vermoed dat het doorgevonden en opgeraapte meisje niet... niet echt is. Oh, maar natuurlijk. Maar natuurlijk is het niet echt, hè? Hoe niet? Het door mij gevonden, opgeraapte meisje. Hier, hè, nietwaar wat, beste man. Hier, nietwaar, achter de zwarte gordijnen, is niets echt. Oh, dat wist ik geen zins. Hier is niets echt. U ook niet. Wat zegt u? U bent niet echt. Dat wist ik ook al niet. Nee, hoor. U bent niet echt. U bent van, gummy. Oh, juist. U bent van gummy. Gummy, zegt u. Gummy. En u dan, hè? Zeker niet van gummy, hè? Gummy, gummy. Ha? Nou, dat wij allemaal wel iets gummy-achtigs hebben. Naar wetenschappelijke maatstaven. Oh. U bedoelt, of ik ook van gummy ben? Bedoelt u dat? Hoogstwaarschijnlijk. Nou, dan zal ik u uit de droom helpen. Ben niet van gummy. Oh, niet? Geen enkele gummy. Oh, misschien bent u wel van fondant. Nee. Ik zal u zeggen waar ik van ben. Ik ben van vlees en bloed. Ach, van heb ik jou daar. Ja. Van vlees en bloed, dit, hè? Alles te saam. En is dat alles te saam? Is dat, zeg maar... Echt? Nee, natuurlijk niet! Oh? Nee, natuurlijk niet! Oh, u raakt me in de war. Het meisje! Het meisje! Hopla, nietwaar. Bij wezen van groet, hè? Hopla, eveneens ook, nietwaar. Nietwaar. Zeg, wat heeft, ik bedoel, wat is, wat, ik bedoel, Het zijn mijn liefdeslippen. Liefdeslippen? Ja, voor het dameskind. Ik heb een beetje hartstocht, lippen. Voor het damesmeisje. En wat is dan, dit, ik bedoel, dat is mijn verlovingsjas, lippen, hartstocht, meisje. Voor het meisje achter de glazen klapdeuren, meisje. Hartstocht, lippen. U heeft een touwtje aan uw petje hangen. Lippen, hartstocht, meisje. Een touwtje? Petje? Nee, man. Dit is regelrecht uit het hart gedrapeerd. Dit is mijn regelrechte liefdeslint. Oh, juist een liefdeslint. Ja, en dat zal het damespersoontje zeer op prijs stellen. Lippen, toch. Welkom, nietwaar, hè? Dametje, nietwaar. Ik ben gekomen om u te behagen en u aan uw haar te trekken. Kortom, nietwaar, voor een langdurig leven in bittere nood. Ach. De zwarte gordijnen, samen met mij, dus me dunkt. Ik daarentegen ben gekomen om u en de uwen te ontmoeten in de torenkamer. Gistermiddag heb ik slechts 2 pauwen ontmoet, meer niet. Oh, maar dat is meer dan eergistermiddag. Toen had u er nog maar 5 gezien. Dus dat is 12 minder, lijkt me. Meer niet. Lippen. Ha? Lippen, hartstocht, meisje. Lippen, hartstocht. Een pauw heeft 2 poten,
en een handvat. De pauw draagt zomers een korte broek en 's winters hanteert hij de zweep. Meisje, nietwaar? Ik heb een lange wandeling achter de rug. Een meisje, nietwaar? Ik heb zojuist een kijkje genomen in het niemandsland, maar er was geen zon of maan te bekennen. Alles was terkimme. Meisje, ik ben buitengewoon welriekend. Bovendien ben ik allesomvattend. Dat lijkt me buitengewoon prettig voor u, nietwaar? Voorts moet ik u er nogmaals op wijzen dat ik een liefdeslint aan mijn hoed heb. Meisje, nietwaar? Ik heb me geruime tijd in het struikgewas opgehouden en toen heb ik een damhertje gezien. Dat damhertje had toch wel hoefjes, neem ik aan? Ja, het damhertje had hoefjes om zijn voeten en hij had een broodtrommeltje bij zich. Mooi. Dat is dan waarschijnlijk een damhertje geweest. Met een verleden, mooi zo. En het damhertje had een fluwelen oogopslag. Zonder opsmuk. De pauw heeft 3 mutsen voor de winter. Een blauwe, een witte en nog een blauwe. De pauw is nimmer in rep en roer. Hier een pauw en daar een pauw. Pauw zus, pauw zo, pauwen nog aan toe. Pauwen hier vandaan en pauwen daar vandaan. Pauwen dien aan gaat en dien ten gevolge. Pauwen omstreeks, pauwen her en derwaarts. Pauwen achteraan, pauwen, pauwen, meneer. Meneer. Hoort u mij? Nee. Oh. Nee. En hoort u mij nu? Een beetje. Oh, juist. Nee. En nu? Wat zegt u? Hoort u mij nu? Ja, hoor. Ja, 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 ja. Meneer. Ja. Kent u mij? Vermoedelijk wel, vermoedelijk niet. Ik ben de kolenbrander van dienst, weet u wel. De kolenbrander? Nou ja. En wie bent u dan wel, hè? Misschien zegt u dat eens, hè? Wie bent u dan eigenlijk wel, hè? Ja? Nou, dat u de groeten moet hebben van de mensheid. De mensheid? Nou ja. Oh.
Aldus het einde van een worsteling. Wat zei die? Nou, dat hij een woesteling is. Oh, de dood zwaart rond achter de zwarte gordijnen. Hij heeft een lange jas aan. Wat zei die? Nou, dat hij doodgaat. Oh. Gaat u wel eens dood? Zelden of nooit. Zelden. Maar meestal nooit, hè? Thank you.